Zij gaat tegen de stroom in. De kudde heeft haar uitgestoten. Of heeft zij de kudde verlaten? Dit zwarte schaap doet niet meer mee. Het is een fanatieke vrouw die de wereld zoals die na de oorlog geworden is nooit heeft kunnen accepteren. Er gebeurt in je leven soms wel eens wat. Soms maken mensen, doe je zelf ook wel eens een verkeerde keuze. Maar dat ze volhardt in het kwaad, dat vind ik heel vreemd. Fascisme is moord, dus als zij dat voorstaat, dan verstaat ze dus intolerantie, moord, doodslag, uitsluiting, roof. Dat soort dingen staat zij dus voor. Een afschuwelijke vrouw die vele emoties bij mensen nog steeds wekt, om de verderfelijke ideeën die ze eens tot uiting heeft gebracht en nog steeds tot uiting brengt, en deel van een geschiedenis die zoveel onheil heeft gesticht. Vanavond de zwarte weduwe Rost van Tonningen. Goedenavond. Dit is de eerste aflevering in een nieuwe serie van Het Zwarte Schaap. Met vanavond de weduwe Rost van Tonningen. Over haar rol hoort u in dit programma de secretaris van de Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen, de heer Oskam. Het Tweede Kamerlid Wouter Gortzak. De heer Van der Leeuw, die tientallen jaren werkte bij het RIOD, het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Lili van den Berg, documentairemaakster. Oud-minister Henk Vredeling en rabbijn Zoetendorp van de Liberaal-Joodse Gemeente. Hartelijk welkom. Het Zwarte Schaap is dus de weduwe Rost van Tonningen. Bekend als de Zwarte Weduwe. Zij studeerde voor de oorlog biologie en trouwde kort na het uitbreken van die Tweede Wereldoorlog met een van de kopstukken van de NSB, meester Meinoud Rost van Tonningen. Een felle antisemiet, een SS'er. En gedurende de oorlog president van de Nederlandse Bank. Hij vond de dood, kort na het einde van die Tweede Wereldoorlog, in de gevangenis in Scheveningen. Maar zijn ideeën zijn verder uitgedragen door zijn vrouw. Zij kwam regelmatig in het nieuws, door processen, door interviews en door bijeenkomsten bij haar thuis met neonazies. En daardoor bleef zij het symbool, ook de afgelopen jaren, van het nazi-verleden. Mevrouw Rost van Tonningen wordt binnenkort 86 jaar. En waarschijnlijk is dit een van de laatste mogelijkheden om haar opvattingen in een directe confrontatie te bespreken. Mevrouw Rost van Tonningen, welkom. Dank u. Allereerst, waarom doet u mee aan deze uitzending? Waarom doe ik mee aan deze uitzending? Ik heb zo even gehoord wat er over mij gezegd wordt. Dat klopt in geen enkele vorm. Want mijn man is gewoon niet in staat geweest zelfs te mogen motiveren. Men heeft hem doodgejaagd. En ik ben eigenlijk vertegenwoordiger van mijn eigen man voor de waarheid. Ik wil met u langs een aantal punten uit uw verleden. En ja. Zoals u misschien nu al merkt, ik zal u niet al te veel tegenspreken. En dat is niet om alle misverstanden te voorkomen. Omdat ik het met u eens ben, ja, begrijp ik. Maar omdat we straks over uw opvattingen te discussiëren komen met onze andere gasten. Ja. U was lid van de NSB, van de SS en van de Jeugdstorm. U was nauw betrokken bij de oprichting van de Jeugdstorm. Dat was een belangrijke beweging voor u. Wat trok u daar zo in aan, in die Jeugdstorm? Jeugdstorm is gewoon een bijeenkomst van kinderen uit het volk. Trouw, discipline, orde. Tucht, dat zijn de dingen die mij aantrekken. Op welke manier dan? Trouw, discipline, orde, tucht? Dat je iets voor elkaar over hebt. Dat een familie harmonie is, dat je eigen cultuur hebt. Dat je waardeert waar je geboren bent. En je waardeert iemand die hard moet werken. En die misschien een lager komaf is dan jezelf bent. Dat je dus open staat voor het volk als zodanig. Dat is de jeugd. En dat was de jeugdstroom. U was nauw gelieerd met, had een warm hart voor de Nationaal Socialisten in Duitsland. Maar toen viel in mei 1940 de Duitse Weermacht Nederland binnen. Rotterdam werd door de Duitsers gebombardeerd. De aard van het Nationaal Socialisme. Rotterdam werd in het oog der wereld het symbool van Duitsland ingeschonden.
Nederlandse stad in puin. Was u niet ontzettend kwaad op de Duitsers? Ik was op dat moment niet in Nederland. Ik was op dat moment in Berlijn. Dat maakt niet uit, maar het gebeurde hier. Gebeurde. Was u niet ontzettend kwaad op die Duitsers? Het was zo dat de Duitser heeft doorgang gevraagd door Nederland naar de Noordzee. Daar heeft de regering 3 dagen voor nodig gehad om dat te beantwoorden, ja of nee. En na 2,5 dag werd dan gezegd, het mocht, capitulatie. Duitsland had zijn vliegtuig aan kleiner staan, dat klopt. Maar had niet meer de tijd om alles terug te roepen wat voor Rotterdam bestemd was. Het was de schuld van de Nederlanders zelf? Nederland was geïnfiltreerd Engels. En de koningin is weggegaan naar Engeland toe. Is dat voor Nederland? Later in dat jaar, op 10 december 1940, trouwt u met meester Meinoud Rost van Tongen. Ja. Dat was het eerste SS-huwelijk in Nederland. U heeft daar toestemming voor gevraagd, van Himmler. U kreeg dat ook. En die toestemming had te maken met de raszuiverheid. Dat u van hetzelfde ras bent. Nou, dat zijn natuurlijk ook uitdrukken die wij niet gebruiken. Het is je eigen cultuur. Hè? Als je een eigen cultuur hebt, ieder mens moet weten wie zijn ouders zijn, wie zijn grootouders zijn. Dat is een vanzelfsprekendheid. En als je dat niet weet, is gewoon jammer. Dus het werd gevraagd, de beroemde stamboom, maar we hebben hier in Nederland ook een stamboomonderzoek. Dus waarom niet? Waarom vond u het zo belangrijk? Oh, het is uitermate belangrijk voor eigen cultuur. Wij hebben een eigen cultuur. Is het normaal dat je, als je niet die cultuur hebt, dat je dan uitgegroeid wordt? Neem de Indianen in Amerika. He? Dat is niet, dat is een andere cultuur. Maar daar hebben we het echt niet toe. Wij hebben onze Nederlandse cultuur, onze eigenschappen. Maar dan volk. Gaat het verder. Uw kleinzoon komt thuis met een Marokkaans meisje. Ja. Houden ontzettend veel van elkaar, willen met elkaar trouwen. Wat is dan uw reactie? Dat ik het jammer vind van mijn kleinzoon als hij met een Marokkaanse thuis zou komen. Het gaat niet om hem, een Marokkaanse, maar om nageslacht. Ik heb zelf een. Maar bent u aanwezig bij het huwelijk van die twee? Ja, waarom niet? Vindt u het goed? Nee, ik vind het jammer. Ik sta open. Ik heb zeer veel te maken gehad met de Chinese wereld. Met al die meer. Dat we die als zijnde hun cultuur, onze cultuur. Maar je moet ze niet vermengen. Ik denk dat de hele mensen inderdaad denken dat het niet goed is om te vermengen. Want de kinderen zijn de dupe ervan. Die weten dan niet waar ze thuis horen en krijgen moeilijkheden. Uw man overleed op 6 juni 1945 in Scheveningen, in de gevangenis daar. U heeft altijd gezegd dat was moord. Officiële lezing is zelfmoord. Komen we straks nog op terug. Maar u bent zijn ideeën blijven uitdragen. Zoals bijvoorbeeld de bewondering voor Adolf Hitler. Ja. Weet u nu dat Hitler als geen ander verantwoordelijk is voor de moord op 6 miljoen Joden? Wat is nu, 55 jaar na dato, dan uw gedachte, uw opvatting over Hitler? Dat hij een groot man is geweest in die tijd. En dat het tegenwoordig zeer zeker ook onjuist is om hem op deze wijze als, mag ik uitdrukken, gebruiken, zwaar schaap te gebruiken. Omdat deze man een volksvertegenwoordiger was. Hij is geen dictator. Maar mag ik u dan even een aantal beelden laten zien, ja, historische beelden, ja, van het Polygoonjournaal? Ja. Zo reden in de jaren 42, 43 en 44 volgepakte treinen naar Auschwitz. SS-doktoren bepaalden of iemand nog tot werken in staat was. En dan werd men ondergebracht in een van de 100 barakken in dit kamp. Waarin de Russische bevrijdingslegers, toen zij er in 1944 binnentrokken, nog een handvol mensen levend, maar in uitgeputte staat aantroffen. De overgrote meerderheid van de mensen die na de vermoeiende treinreis hier aankwamen, werd direct op het perron al geselecteerd, zoals dat genoemd werd. En dat betekende dat ouderen en kinderen direct werden doorgestuurd naar de gaskamer. Vaak werden 2000 mensen naakt samengeperst in zo'n betonnen ruimte waar hun een bad was voorgespiegeld. Maar als dan de stalen deuren hermetisch waren afgesloten, wierp een SS'er door een luik in het dak een bus met blauwzuurgas naar binnen, dat verstikking, bewusteloosheid en na een aantal minuten de dood veroorzaakte. De massamoord werd voltooid in grote crematoria, waarvan neonazi's nu durven beweren dat ze nooit hebben bestaan. Zo zijn alleen in Auschwitz ongeveer 4 miljoen Joden uit heel Europa op beestachtige manier vernietigd. U kijkt niet. Wat wilt u meer zeggen? Als je dit soort beelden ziet, dan, ja, krimp je toch in één. Heeft u de beelden gezien van Duitsland? Van alle bommende mensen die op Duitsland gegaan zijn? Van Duitsland als volkenbund. Heeft u de beelden gezien van Irak?
waar eenvoudig van bovenaf al de bommen ingooid werden, dat is veel eigen. Heeft u de wereld wat vindt u dat eigenlijk? Veel eigen, dat voelt aan me uit. Dit is natuurlijk niet goed, maar in de orde van dit is natuurlijk niet goed? Nee, natuurlijk, dit zijn vervelende, aardige, nare dingen. Maar die gebeuren dus in omstandigheden die niemand graag wenst. Hitler is persoonlijk 6 keer heeft hij Engeland gevraagd geen oorlog te hebben. Omstandigheden die niemand graag wenst. Hitler is persoonlijk 6 keer heeft hij Engeland gevraagd geen oorlog te hebben. En samen op te werken. Dat wordt niet erkend. Hess is speciaal naar Engeland gereisd om de vrede tussen Engeland en Duitsland te doen. Wordt niet erkend, wordt allemaal niet bekeken. Dat is geschiedenis. Dit is geschiedenis. Systematisch uitmoord van 6 miljoen Joden. Dat zegt u. Goed. Dat zegt u niet? Nee, ik zeg dat niet. Ik zal het nooit zeggen op deze wijze. U heeft ook geen enkel recht om op deze wijze dat zo te zeggen. Het is zo dat in de oorlog wist men überhaupt niets van. Zelfs nu heeft men, u heeft misschien gezien van David Urban in Londen, nog niet eens een bewijs van een schriftelijk bevel. En er zijn vreselijke dingen gebeurd. U wilt de geschiedenis toch niet ontkennen? Dit is geen stukje, dit is propaganda. Dat is geen geschiedenis. Geschiedenis is, als je de bombardementen ziet en al die, ook onze mensen, wij zijn na 5 met duizenden vermoord en gevangen genomen. En nog, wij zijn fout. Wij zijn helemaal fout vanaf 45 tot nu, tot de dood. Dat is ook, mag je zeggen, geschiedenis. Als je nodig verloren hebt, dan heb je niets te zeggen. Ik vecht niet voor mezelf, maar ik vecht alleen voor mijn man. Omdat het onjuist is wat men over mijn man zegt. Maar mag ik dan concluderen dat uw opvattingen na 55 jaar niet veranderd zijn en gelijk zijn aan uw opvattingen tijdens de oorlog? Dat is natuurlijk ook geen juiste. Ik ben 85 en je groeit natuurlijk. Hè? Maar ik zeg alleen dat in die tijd was Hitler de man voor het volk. Gekozen door het volk. Geen dictator nogmaals. En die gedachtegangen waren goed, die waren niet slecht. Raszuiverheid. Hitler als groot man voor het volk. Het ontkennen van de dood op 6 miljoen Joden. Daarin bent u niet veranderd van opvatting. Ik zeg niet dat ik ontken, ik zeg de propaganda. Als ik iemand verlies en ik treur om doden, dan ga ik er geen propaganda van maken. En dit is propaganda. Ik zeg dat dit beelden geeft die het de waarheid verstoren. Dat zeg ik. Ja, iemand die volhardt in het kwaad en niet van de geschiedenis heeft willen leren. En ik vind dat dus inderdaad een pathologisch geval. Iemand die dat nou nog beweert, die is niet goed snik. Als er nou iets goed gedocumenteerd is, dan is het het ombrengen van de Nederlandse Joden. We hebben dat allemaal zo precies nagegaan. We hebben zoveel documenten daarover. We weten heel precies wat er gebeurd is in Auschwitz en in Sobibor. Ik begrijp het niet. Dus zij is gewoon een vertegenwoordigster. Ik heb niet zo'n zin om alsmaar over haar te hebben als persoon, want dat is oninteressant. Het gaat over wat zij verspreidt en wat voor ideeën ze heeft. En die ideeën, die zijn gevaarlijk. En trouwens, in Oostenrijk en in Duitsland zie je de voorbeelden van wat er gebeuren kan als dus dat soort partijen, vooral in Oostenrijk, aan de macht kunnen komen. En hoe, het gaat altijd heel sneaky, het gaat langzaam. Het is niet dat je opeens zegt van hé, hey, dat en dat. Maar dat is juist in de Tweede Wereldoorlog ook zo gegaan. Alles ging langzaam, geleidelijk, waardoor de mensen in de war raakten en ook niet overzagen wat het uiteindelijke doel was. Jaren geleden belde iemand mij op en zonder enig oponthoud zei hij: ik heb verschrikkelijke dingen gedaan in de oorlog. Ik kan er nu niet van slapen. Rabijn, kunt u mij vergeven? En toen kon ik alleen maar zeggen: degene die u vergeven konden, die leven niet meer. Ik kan u niet vergeven. Meneer Soetendorp. U heeft heel lang nagedacht of u mee zou doen aan dit programma met deze rechtstreekse confrontatie met mevrouw Ros van Tonningen. U heeft uiteindelijk ja gezegd. Waarom? Ik wilde hier niet zijn, maar de programmamakers
die op mij aandringen om die uitzending niet te maken. Hebben in argumentatie erop gewezen dat er een tijd zal komen waarop mensen zijn die natuurlijk helemaal niets meer met die geschiedenis lijfelijk hebben. Het was voor degene die het meemaakte en het is voor degene die het ook gehoord hebben onvoorstelbaar dat het gebeurd is. Dat mensen tot zoiets afzichtelijks in staat waren. En dan zal het in de toekomst nog onvoorstelbaarder zijn. En dan zou het kunnen dat het gif dat deze vrouw en anderen verspreiden toch ergens zou worden aanvaard en binnen zou treden. En ik hoop dat mijn meedoen aan deze uitzending ertoe zal bijdragen dat dat gevaar getemperd wordt. U zegt het is geen voltooid verleden tijd. Het is onvoltooid verleden tijd. En het gevaar dat er een meerderheid weer zal zijn die op de stoep blijft staan als mensen worden weggesleept en als mensen worden onderdrukt, is nog levensgroot aanwezig. Ik heb met heel mijn wezen wil ik doordringen tot die onverschillige meerderheid om te zeggen, wees alert. Op het moment dat het nog sluwweg binnendringt, verweer je tegen fastidieuze gedachten, tegen miskenning van waarde. Hoe is het voor u om tegenover mevrouw Rost van Tonningen te zitten? Het is afschuwelijk. Te weten dat er mensen zijn die zo verstokt blijven, ondoordringbaar voor argumentatie, bewijzen, voor alles wat menselijk is. Maar zij is niet belangrijk. Haar ideeën zijn gevaarlijk. Meneer Van der Leeuw, u heeft veel onderzoek gedaan, ook over gepubliceerd, over de man van mevrouw Rost van Tonningen. Die kwam in de gevangenis terecht in Scheveningen. Dat was geen prettige gevangenis. Hoe ging het daaraan toe in die gevangenis? Wat ik ervan weet, weet ik van wat ik gehoord heb en wat ik gelezen heb. En van mensen die daar zorgvuldig over gehoord zijn door de Nederlandse justitie. En ik kan alleen maar dit zeggen, dat ik na 55 jaar nog niet kan nalaten om mij te schamen over datgene wat Nederlanders na de bevrijding in die gevangenis gedaan hebben. Kunt u dat nader toelichten? Wat gebeurde daar? Er werden mensen op grote schaal mishandeld, ernstig mishandeld, zelfs seksueel mishandeld. Het was een afschuwelijke toestand waarin de mensen die daar zogenaamd de zaak moesten bewaken, in een gevangenis die onder Canadees toezicht stond. Het was een Canadese King's Prison. Volkomen verkeerde naam voor een dergelijk gevangenis. En, onmenselijk dus. Pardon? Onmenselijk dus. Volstrekt onmenselijk. Mevrouw Rost van Tonningen heeft altijd gezegd, het was geen zelfmoord zoals de officiële lezing luidde van haar man. Het was moord. Tot welke conclusie kwam u? Ik weet dat niet met volstrekte zekerheid. Onze indruk destijds, ook van mensen die wij gehoord hebben, was dat hij wel degelijk zelfmoord heeft gepleegd door van een hoge verdieping van de gevangenis in Scheveningen naar beneden te springen. Ik kan niet volstrekt uitsluiten dat hij geduwd is. Maar in elk geval, hij had al eerder in Utrecht een poging tot zelfmoord gedaan, waarvan hij weer genezen is. En één ding is zeker, ook al is hij wellicht geduwd. In elk geval, hij wilde zonder twijfel dood. En hij is, wij zeiden destijds, hij is gezelfmoord. En daarmee bedoelden wij dat hij zodanig behandeld is dat hij in de zelfmoord gedreven is, ook wanneer het werkelijk een zelfmoord was. Het was een afschuwelijke wijze waarop de mensen daar
onder wie meneer Rost van Tonningen werden behandeld. Maar mag je die twee handelswijzen met elkaar vergelijken? Die van degene in de Scheveningse gevangenis en van de Duitsers in de oorlog? Er is natuurlijk een heel groot en belangrijk verschil tussen massamoord en moord. En ik denk niet dat het nodig is om dat nader uit te leggen. Vind ik wel. Vindt u wel? Legt u dat nog eens nader uit? Nou, ik bedoel dat dit. Wanneer je, zoals de Duitsers dat in de oorlog gedaan hebben, honderdduizenden tot enige miljoenen mensen uitroeit, want dat woord moet je in dit geval gebruiken, dan ben je met massamoord bezig. En dat is bepaald iets anders dan het om het leven brengen van onsympathieke mensen. Massamoord bezig. En dat is bepaald iets anders dan het om het leven brengen van onsympathieke mensen. Schuldige mensen zelfs. Mevrouw Rost van Tonningen, ik kom nog even bij u terug. U heeft drie zonen die komende uit een gezin met zo'n achternaam, niet bepaald eufemistisch uitgedrukt, een makkelijke jeugd hebben gehad. Zij hebben eerder gereageerd op de politieke rol van uw man. En ze hebben in tegenstelling tot u afstand genomen van die politieke rol en de politieke opvattingen van uw man. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, natuurlijk. Een zoon heeft het recht om zijn eigen leven te mogen nemen. En als je een vrouw kiest, dan moet je het huwelijk goed houden. En je hebt daar kinderen. Dus mijn zoon heeft volledig het recht om zijn eigen weg te bewandelen. Ze hebben mijn vader nooit gekend. En ik heb daarom de opdracht van mezelf om mijn man in die zin te repeteren. Maar mijn zoon hebben volledig het recht om op hun eigen wijze hun leven te maken. Dat zou nog mooier zijn. Maar hoe komt het dat zij een andere opvatting hebben? Omdat deze tijd heel anders is. Wie weet van jongere mensen wat er toen geschied is. Dat is heel anders. Je kan niet zomaar iets vertellen van vroeger tot nu. En zij hebben ook hun mogelijkheden tot deze nieuwe tijd. Deze eeuw, 2000, is de computereeuw. En dat is weer helemaal nieuw. Maar u zegt, zij kunnen niet goed beoordelen wat hun vader voor politieke opvattingen had? Nee, het is heel moeilijk als je geen vader gekend hebt. Mijn zoon en mijn vader nooit gekend. We hebben met uw zoon gesproken voor dit programma. Zij willen liever niet meer naar achteren kijken. Zij willen de blik op de toekomst werpen. Ja. Zij hebben allen een goede maatschappelijke carrière kunnen opbouwen. U zegt, het was moeilijk voor die zonen om een goed beeld te vormen van hun vader, want ze hebben hem nooit gekend. Maar nou heeft een van die zonen een paar jaar geleden in Nova gezegd dat hij de politieke opvattingen van zijn vader en de politieke rol grondig heeft bestudeerd. Mm-hmm. Laten we even naar een fragment gaan kijken. In eerste instantie vond ik het beeld van mijn vader te negatief. En toen heb ik gedacht, van, ik moet in ieder geval onderzoeken of daar niet een heel ander verhaal bij hoort. Op een gegeven moment dacht ik van, het is jammer. Ik heb er dus nu een paar jaar aan gewerkt. En dat levert dan wel persoonlijk verdriet op. Maar rehabilitatie, vergeet het maar. Jaren van onderzoek. En wat levert het op? Persoonlijk verdriet, maar geen rehabilitatie. Dat is de conclusie die uw eigen zoon trekt. Dat is wel logisch. Dat is toch volkomen normaal. Een zoon is toch, moet zich van zijn eigen familie iets opzetten. Ze hebben een goede baan. Hoe kan je in hemelsnaam, als je een goede baan hebt, nog achter mijn man staan? Wij zijn toch allemaal fout? Ik heet toch de zachte weduwe? Dus ieder heeft het recht vrij te mogen denken. Mijn zoon heeft volledig het recht. Ze hebben het al moeilijk genoeg met de naam. En dat vind ik heel verdrietig voor hen. Want ze hebben ook de kleinkinderen. Ik vind het heel vervelend. Dit is allemaal zo geschied. Maar in dit land van Nederland kan je niet de waarheid zeggen. Want het is zo. De waarheid. Meneer Gortzak. Uw vader, Henk Gortzak, was een bekend verzetsheld. Vooraanstaand communist. U bent ook CPN-lid geweest. Een van de leiders van de communisten, Stalin, heeft ook gruwelijke moorden en uitroeiingen op zijn geweten. Welke lessen trokken uw vader en u uit het verleden? Dat was even schrikken, om het zo maar eens te zeggen. In 1956
Toen kwam Khrushchev met onthullingen over Stalin. En ik heb er wat minder moeilijk mee gehad dan mijn vader, want ik had er minder mee te maken gehad en ik was korter betrokken. Maar het heeft bij mijn vader wat langer geduurd, maar die heeft het wel proberen te verwerken en is tot heel andere opvattingen gekomen. Aan de hand van wat inmiddels historische feiten niet ontkenbaar was. Dat is net de kwestie. Ik bedoel, is iets een historisch feit, ja of nee? Nou, dan kun je zeggen, dan kun je ingewikkelde interpretaties bedenken. Dan kun je zeggen, de Duitsers zijn niet Nederland binnengevallen, maar zijn uitgelokt tot binnenvallen. Ik bedoel, dit soort onzin is allemaal denkbaar. Maar als feiten niet te ontkennen zijn, helder op tafel staan, dan moet je daar je consequenties uit trekken. En dat heeft mijn vader gedaan. En dus moet je van je geloof terugkeren? Inderdaad, zeggen dat als iets wat misschien mooi bedoeld is, dat zulke geweldige ontaardingen kan leiden, dat dat mooie misschien niet deugt. Maar dat is wel een moeilijk proces. Dat is, naarmate je er meer bij betrokken bent geweest, is dat een moeilijker proces. En er meer in geloofd hebt, is het proces nog moeilijker. Daarom zeg ik, het was voor mij makkelijker dan voor mijn vader. Ik had er relatief minder mee te maken gehad. Die had er veel langer mee rondgelopen. Had ook, overigens, verzetsheld vind ik wat zwaar. Hij was verzetsman, maar hij zou zichzelf nooit als held hebben omschreven. En dat kost meer moeite, het heeft meer leed gekost, het heeft in de oorlog meer leed gekost, het heeft in de vorige meer leed gekost. Het is echt moeilijk om daar je van te distancieren. Maar ja, als je voor feiten op de loop gaat, ja, dan ben je in ieder geval niet volwassen. En in het gunstige geval ben je niet volwassen en in het ongunstige geval heb je een gat in je hoofd. Zo zit dat ongeveer. Meneer Vredeling, u was lid van de spionagegroep. U was een korte tijd lid van de Binnenlandse Strijdkrachten. U bent nog gearresteerd geweest, hè? 1 dag na de officiële bevrijding, 6 mei 1945. Wat vond u in die tijd van de NSB? Nou, een volstrekt verfoeilijke politieke richting die niet het begin ook maar mij aansprak. NSB'ers die ik wel gekend heb, ja, daar had ik eigenlijk een mengsel van medelijden en verachting voor. Mensen die zo blind waren, als ik nu ook hoor, mevrouw Rossum-Tonningen nog altijd die feiten ontkent, die volstrekte feiten zijn. Ik heb voor dat belangrijk deel zelf, ik heb de Joden zien wegvoeren, letterlijk gezien, met mijn eigen ogen. Nou kan mevrouw Rossum-Tonning wel zeggen dat het niet zo erg was, of dat het je begrip ervoor moet hebben, weet ik veel. Maar dat is volstrekt. Dan kan je nooit voor wat er toen gebeurd is, valt geen begrip op te brengen. Dat is naar mijn gevoel niet mogelijk dat te relativeren. Het was absoluut het absolute kwaad wat toen gereden. De feiten die ontkennen, dat vind ik, ik heb dat zo even pathologisch genoemd, dat is, er is iets met mevrouw Rossum-Tonningen, is iets niet in orde. Het is gewoon, er mankeert iets aan haar. Wat weet ik niet, maar het is psychisch volgens mij. Maar de waarheid ontkennen op deze manier, dat is pathologisch. Meneer Oskam, u heeft in kamp Amersfoort gezeten. U heeft mevrouw Rossum-Tonningen gehoord over de raszuiverheid. Je eigen cultuur. Wat vindt u daarvan? Als ik het netjes moet zeggen, dan vind ik het onzin. En als ik het minder netjes zeg, is het de grootste kul die ooit verkondigd is. Want wat is eigenlijk het principe van die cultuuraffaire? Mensen indelen in poppetjes. Mensen indelen in bekwaamheid. Mensen indelen in gezondheid. We hebben straks Auschwitz gezien, daar werden mensen ook beoordeeld op gezondheid. En als die knuppel die er stond, dacht, nou nee, dan ging hij de gaskamer in. Dat selecteren van mensen is de grootste onzin die er bestaat en is de reden voor elke ellende die we in de wereld kunnen verzinnen. Meneer Vredeling, u bent iemand die bekend staat als iemand die opkomt voor de vrijheid van meningsuiting. Mevrouw Rossum-Tonningen heeft thuis bijeenkomsten gehouden. Er werd onder andere gesproken over die raszuiverheid met neonazies. Vindt u dat dat kan? Ja, waarom niet? Je moet elke idioot zijn kans geven om idioot te zijn. Nou, ik vind niet dat je dat moet kunnen, zeggen ze tegenwoordig. Maar ik ben wel zo
Je zegt van vrijheid van meningsuiting. En ja, iedereen moet de kans krijgen ook om onzin uit te kramen. Dus mevrouw Rosvertolling krijgt van mij alle ruimte om alle onzin te debiteren die ze doet. Ik vind het toch eigenlijk te veel eer, hè, deze hele uitzending voor haar en voor haar opvattingen. Te veel eer. Maar om te zeggen het moet verboden worden, nee. Maar als je hoort en ziet wat er bij u thuis gesproken wordt, vraag ik mij wel af wat u bezielde om een internationaal gezelschap bij u thuis van neonazi's uit te nodigen om van die vreselijke ideeën met elkaar te bediscussiëren. Neonazis. Waarom, nee, maar mijn vraag is, waarom deed en doet u dat? Neonazi's is geen woord, dat maakt u ervan. Wat vindt u dan wat er bij u thuis zit? Wij spreken over cultuur, of dat gewoon waar je wortel zit. Waar je wortel... Maar wat voor mensen zijn dat? Dat gewoon mensen als u en ik. Niks bijzonders. We hebben beeld van zo'n bijeenkomst bij u thuis. Ja, dat zal misschien zonde willen zijn. Ah, oh, Hitler was gassing the Jews. Hitler gassed 6 million Jews. The fact is, there's no evidence to believe that a single Jew was gassed. It is our duty to maintain the white race so that in 100 years from now, there'll be white children being born. Which it won't be if present trends continue. In 100 years from now, if present trends continue, London will be an Afro-Asian city, so will Paris, so will Amsterdam. We are totally opposed to that. That's right. Yay! Brilliant. That's right. Well done. Thank you. Verstond ik dat goed? Thank you. Stond ik dan goed? Zijn u heel mooi? Deze man heeft gesproken in Arnhem, waar ik toen berecht werd, door mijn boek. Mijn boek is niet verboden, maar ik heb het gewoon geschreven. En deze man is in Engeland, de British Movement, de British Party, dat is zijn afdeling in Engeland. En ieder land heeft toch het recht om dat te mogen zeggen. Hij heeft toch ook het recht? Waarom moeten wij altijd uw mond houden? Waarom mag u alles zeggen zodat u dat allemaal zegt? Nou, u heeft heel wat gezegd tijdens deze uitzending. Mevrouw van den Berg, u bent zeer betrokken bij deze zaken. U heeft een indrukwekkende documentaire gemaakt, getiteld Opstand in Sobibor. Als u dit hoort, mevrouw Horst van Tonningen zegt steeds, ik heb het recht zelf niet om de waarheid, mijn waarheid te spreken. Nee. Nou, dat lijkt me totale flauwekul, want ze zit hier in eerste plaats. Ik was er tegen dat ze, zoals anderen ook zeiden, dat ze een platform krijgt om hier te zitten. Maar aan de vrijheid van meningsuiting is natuurlijk ook een grens. En die grens wordt bepaald door de grondwet. En in de grondwet staat dus dat je niet mag discrimineren, ras, geloof. En nou, dus artikel 1 van de grondwet, die kent u ongetwijfeld zelf ook. En het is ook het hele idee van alles mag en alles moet kunnen, ben ik helemaal niet helemaal met u eens, meneer Vreeling. Want er zijn natuurlijk bepaalde dingen die niet kunnen, omdat ze dus ook niet legaal zijn en gewoon verboden. En dat zijn dus criminele daden die zij voorstaat. En ik vind het prima als zij dat in haar eigen kring naar voren wil brengen, als ze misschien een beetje niet helemaal goed bij haar hoofd zijnde. Maar het gevaar is natuurlijk heel groot en ook bestaand. En dat merken we dus ook in Denemarken, in Oostenrijk en overal. Dat dit soort ideeën dus door jonge mensen die helemaal niet weten waar de zaken over gaan, helaas. Dus toch weer gedacht worden, nou, er zit toch iets in, die mevrouw die babbelt een beetje. En lijkt me wel wat. Natuurlijk, ik ben ook tegen de vernietiging van de steden in Duitsland. Dat is natuurlijk een daad geweest die helemaal nergens op sloeg. Want dat was de burgerbevolking. Maar alle andere dingen zijn reacties op een grote moord, moordpartijen. En zij staat dat nog voor. En als ik die meneer hoor praten, dan vind ik het heel interessant dat hij zegt, dan dreigt Londen een multicultureel Aziatische stad. Ik denk dat Amsterdam, waar we hier nu zitten, een hele leuke stad is. Juist omdat er zoveel culturen samen wonen. Dat is mijn idee. Mevrouw Horst van Tonningen? Het is zoals je bekijkt. Zo is het. Zo is het. U heeft gelijk en ik heb gelijk. Amsterdam, ik ben geboren getogen in Amsterdam. En ik ben trots op Amsterdam. En deze multisituatie in Amsterdam vind ik dodelijk jammer. Dodelijk jammer, ja. Ja. En u hebt de vrijheid om dat te zeggen. Ik ga dan niet uw huis afbreken en u wegvoeren en naar een kamp. En dan zeggen deze mevrouw, die zegt iets waar ik niet mee eens ben. En nou, afgevoerd. Wij hebben toch geen enkel recht na 45. U heeft veel meer recht te spreken dan ik. Na 45 hebben wij geen enkel recht.
Dacht u dat ik recht had om iets te mogen zeggen? Dacht u dat ik recht had... U zegt het? Om... Nee. Ik zeg, wat ik zeg wordt toch als onzin beschouwd. Ik ben de zwarte weduwe. Mijn man is gelijk. Dus u heeft gelijk. Want als u gelijk heeft, nou dan geef ik u gelijk. Ik ben alleen een andere mening toegedaan. Dat mag ik. Dat mag ik, net zoals u, mag ik ook een andere mening hebben. Ik vind Amsterdam het hoofdstad van Nederland waar ik trots op ben. Echt trots. En maar wat mevrouw Van den Berg heel duidelijk zei was van er is een grens aan de vrijheid van meningsuiting. Is vastgelegd in de wet. En wat zegt die wet? Je mag niet mensen discrimineren of precies. Aanzetten tot rassenhaat. En dat is de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog. Dat is het interessante. Ja, het is heel interessant. Discrimineren wij. U niet, wij wel. En discrimineren is een herhaling van geschiedenis. Dan moeten mensen geschiedenis beheersen. En ze moeten weten wat vroeger gebeurt en nu gebeurt en in de toekomst. En wat we nu gaan worden in Europa, is wat gisteren iemand tegen mij zei. Het is een heel lelijk woord, hè? Eenheidsworst. Wij moeten dus, Amerika bepaalt aan ons wat we mogen doen, ja of nee. Meneer Soetendorp. Nou, deze denkbeelden, het is opmerkelijk dat die gedeeld worden door mensen in Europa. Op dit moment, jonge mensen, dat is waar tegen wij ook met deze uitzending willen protesteren. Ik ben het niet mee eens dat we in discussie treden met deze vrouw, want dat heeft natuurlijk geen enkele zin. Ik vind wel dat als je haar hoort, dan... ze kan inderdaad gek zijn of pathologisch en alles. Maar ik vind het gevaarlijke juist dat ze heel redelijk lijkt. En dat de argumentatie met normale grammaticale juiste woorden in het Nederlands naar voren komen. En dat dat juist dat gevaarlijke was. Dat op een bepaald moment dat doordringt. Want ja, het klinkt redelijk. Maar waarom vindt u het dan goed, meneer Vredeling, dat bij haar thuis dat soort bijeenkomsten waar we die beelden van zagen... worden gehouden. Er staan camera's bij, wordt verspreid. Dat is een waarschijnlijk toch een andere inschatting die ik persoonlijk heb van het gevaar dat volgens mij is dat volstrekt onnozel en onschuldig. En ik heb voldoende vertrouwen echt in de Nederlandse jeugd. Die gaat daar niet achteraan draven. Daar geloof ik niks van. Ik geloof niet in de ideeën door deze mevrouw geuit dat gevaarlijk is. Dat is niet zo. Het is wel gevaarlijk als andersoortige mensen dat gaan oppakken. Het hangt dus van de personen af en de invloedssfeer die ze hebben voordat het gevaarlijk wordt. De ideeën zelf, ja, die zijn idioot en daarom onschuldig. Maar meer dan idioot, denk ik toch? Nou, idioot, meer dan idioot. Kijk, waarom zijn ze waarom zeggen mijn beide buren het gevaarlijke? Ik begrijp het wel, want als er een soort als Hitler is die dit soort dingen weer oppakt. Kijk, op het randje is zo'n hydro. Ik geef hem persoonlijk nog, niet hem persoonlijk, maar ik geef persoonlijk de beweging van die hydro nog de benefit of the doubt persoonlijk. Hoewel ik volstrekt begrip heb voor mensen die, vooral mijn linkerrechter buurvrouw, de man die daar zeggen, dit gaat al te ver. Maar ik heb, ja, door schade en schande toch... Misschien niet wijs genoeg geworden, maar toch het gevoel dat je door de krampachtige bestrijding daarvan meer kwaad sticht dan door het permissive houding te hebben van het kwaad straft zichzelf. Meneer Gortzak? Ja, kijk, het is achterhaald en daardoor niet interessant meer. Een heel debat over of mijn kampvoet worden verboden of niet, of het helemaal uitkomen. Nou, ik heb dit merkwaardige boek gelezen en het is zo volstrekt gedateerd en onzin in de huidige verhouding. Het staat niks op. Het gevaar doet zich nu in hele andere vormen voor dan in de vorm mevrouw Ros van Tonneke. Meneer Soetendorp, wat wij zagen bij de bijeenkomst, hè, van de beelden van die bijeenkomst van mevrouw Ros van Tonneke thuis, is dat bij u thuis... De moord, de holocaust, wordt ontkend. Als ik nou bijvoorbeeld de heer Vredeling hoor, zegt u dan daarmee... nou ja, zij is een uitzondering die er niet meer toe doet? Nee, er is zojuist een heel lang proces gevoerd tegen Irving, een professor. Dat zegt ook weer niet zoveel, die deze ontkenningen doet. En ik ben ervan juist volstrekt voor dat ook in Europa... er een enorme kracht tegen deze ontkenningen zijn. En ik heb dat gezegd, was onvoorstelbaar. En daarom is er een houvast van, het is niet gebeurd.
Dus dit is levensgevaarlijk. En wat ook gezegd wordt door de Vredeling. Opmerkingen zoals daar gebezigd, maar opmerkingen die zij bezigt. Die worden aangehangen ook in Antwerpen. Waar als niks gebeurt, over een maand of zo. Een burgemeester zal zijn die dergelijke uiting als burgemeester doet. Het komt dichtbij. Je ziet het ook op internet. Hè? Dat soort uitspraken over dat Holocaust op die manier niet heeft bestaan. Ja, en die kun je daarop terugvinden. Meneer van der Leeuw, wat vindt u daarvan? Ik ben persoonlijk geneigd om het niet zo verschrikkelijk gevaarlijk te vinden, maar wel heel verkeerd. En bovendien dwaas en dom. Want zoals ik straks al mocht zeggen, er is bijna niets wat zo precies gedocumenteerd is als de Holocaust. En waar zulke afschuwelijke beelden als bewijzen zijn. Niet alleen beelden, maar ook Duitse documenten, met permissie. He? Documenten die de Duitsers zelf geproduceerd hebben en die je alleen maar op tafel hoeft te leggen. En dan weet je het. Maar het bewijs van beeld is buitengewoon overtuigend en zeer indrukwekkend. Zeker. Ros van Tonningen, ik vraag het u nog een keer, als u dit ziet. Dit is Dresden. Dit zijn alle beelden van Duitse bombardementen. Dit is Dresden. Dit zijn beelden die Amerikaanse ploeg heeft geschoten van concentratiekampen. Ik zeg u dat dit allemaal bombardementen zijn. Dresden is 84.000 Duitse mensen in 2 dagen vermoord. Dat is dat. En al die dingen meer. En daar wil ik wel op gaan. En alles is fout. Er wordt volkenmoord. Wie heeft het recht om in Oostenrijk te bombarderen? Wie heeft het recht om in Oostenrijk, wil ik wel opgaan. En alles is fout. Wordt volkenmoord. Wie heeft het recht om in Oostenrijk te bombarderen? Wie heeft het recht om in Irak te bommen? Niemand als een land, het eigen land, deze verkiest, dan hebben wij niet het recht om van boven dat te doen. Men neemt het recht. Wij hebben verloren en u neemt het recht. Dat zijn beelden van Dresden, zegt meneer Oskam. Nee. Wie heeft dan het recht om 6 miljoen Joden te vermoorden? Dat heeft nooit. Ja, u draait het om. U draait het in die discussie om. Dat is heel slim en heel leuk en aardig. Nee. Er zijn eerst 6 miljoen Joden vermoord. Nee. Daarna, in het laatste jaar van de oorlog, zijn de grote stedenbombardementen gekomen in Duitsland. Dresden, februari 1945. Simpel als dat. Maar het gaat mij niet om die 6 miljoen, mevrouw. Nee, begrijp ik. Het gaat wel. Als het er 100.000 waren geweest, was het net zo erg. Als het gaat niet om een getal. Als er 1 of 2 het gaat om het feit dat men de endlösungbeslissing nam in Sanssouci. En bij Berlijn, zoals u ongetwijfeld weet, want u bent daar kind aan huis geweest. En dat daardoor een volk wordt uitgemoord. Maar mevrouw Ros van Tonningen zegt, dat zijn beelden van Dresden. Ja, dat is natuurlijk de kul die hier bestaat. Ik ontken toch niet dat er in Dresden in februari 1945 tig 100.000 mensen zijn omgekomen met een afschuwelijk bombardement. Maar dan moeten ze dit soort beelden uit de concentratiekamp, die genomen zijn in concentratiekampen, of het nou Auschwitz was, of Sobibor, of Dachau, of Neuengamme, waar de 6.000 zijn verdronken in de bocht. Daar gaat het niet om. Er zijn mensenlevens naar de knoppen geholpen op een industriële manier. Ik begrijp nog zo goed dat u in discussie treedt. Hè? Maar dat is juist het probleem van een dergelijke uitzending. Want over deze feiten is niet te discussiëren. Het is het meest afschuwelijke dat u toont. Wat mij in mijn ziel treft. Elke keer als ik het zie. En dat hoort geen discussie omheen. Er is in een rechtbank in Engeland is Irving gewezen met een jarenlange studie met alle documenten tegenover de waanzin om dit naar voren te brengen. Maar als je een discussie voert, lijkt het of het is waar of het is niet waar. Maar dat staat niet ter discussie. Meneer Gortzak, denkt u
U heeft ooit afstand genomen van de ideologie. Denkt u dat mevrouw Rost van Tonningen ooit nog afstand zal doen? Dat ze ooit nog enigszins zal veranderen? Nee, had ze het eerder gedaan. Kijk, of je... Het is een merkwaardig ongeëmancipeerde vrouw trouwens. Dat is elke normale vrouw die ontwikkelt zich los van haar eigen man. En die vrouw is 55 jaar bezig met het erfgoed man in een soort schrijn te zetten. Dat is wel heel gek. Een tweede punt is natuurlijk, dat speelt er een rol bij, daar wordt niet over gesproken, maar het verschil tussen een gewone NSB'er die even verachtelijk is als Fredelien zojuist zei, en iemand die tijdens de Tweede Wereldoorlog tot de elite behoorde. Kijk, misschien verzachtend, zeg ik dan nog, iets anders tegen de situatie aan dan iemand die aan de onderkant stond. Mevrouw was van Tonk en meneer was nationaal-socialistische elite in het land, behoorde aan de bovenkant, had het goed, had nergens last van, werd bevoordeeld enzovoort. En ja, dan heb je misschien toch een heel leven lang spijt van dat je niet meer hebt wat je in die periode had. Meneer Soetendorp, u zegt steeds, ik wil niet in discussie. Dat moet je ook niet doen. Als mevrouw Rost van Tonningen, ze is bijna 86 jaar, als ze komt te overlijden. Kun je dan zeggen daarmee, hè, dus ik bedoel heel letterlijk, als ze niet meer onder ons is, dat het tijdperk dan afgesloten is? Was het maar zo. Het boek is nog hinderlijk vol wonden open. En wat wij steeds moeten doen, is de jongeren van nu alert maken. We weten uit de geschiedenis, uit het onderzoek, dat er degenen die in hun jeugdjaren, in de dertiger jaren, blootgesteld werden aan discussies over ethiek, over de saamhorigheid, wat werkelijk cultuur betekende, met elkaar cultuur delen. En het verwerpelijke van nationaalsocialisme. Dat waren degenen die later meer kans maakten om op te treden en in verzet te gaan toen het moest. En dat wij door het verhaal te vertellen, het volledige verhaal te vertellen, en te wijzen op wat er op dit ogenblik gebeurt, een generatie opvoeden die in staat is om verzet te plegen tegen onrecht, waar dat ook optreedt. Mevrouw Rost van Tonningen, wordt u nog vaak uitgenodigd voor spreekbeurten? Ik ben reis veel. Ik ben veel in Europa rond. Hoeveel? Algemeen veel. Maar iedereen maar wil graag... Hoe vaak? Oh God, ik ben eens in de maand in Griekenland of in Spanje of zo. Wat was de laatste keer? De laatste keer was in Duitsland geweest. En waren daar dan ook veel jongeren bij? Ja, natuurlijk zijn er jongeren bij. Vandenberg, als u haar hoort, moeten we ons dan veel zorgen maken om toekomstige generaties? Nou, ze zegt zelf, toekomstige generaties, daar moet je altijd zorgen over maken. Dat is de taak van ons, om mensen te helpen opvoeden. Zij heeft nog een korte tijd te gaan. En over cultuur, dat was altijd de bloed-ontboden-cultuur waar deze mevrouw het over heeft. Daar is ook genoeg over gezegd en geschreven. Dat weten we alles van wat dat heeft voortgebracht. Maar nogmaals, de jongeren die moeten nu proberen de feiten te kunnen onderscheiden. Als we kijken naar de groep jongeren die luistert naar mevrouw Rost van Tonningen, moeten we ons dan zorgen maken? Nou, ja, nou zeker, want de zorgen die je moet maken is ook... Waar zijn bijvoorbeeld in Oost-Duitsland die jongeren? Waar beginnen die dingen altijd mee? Net als de Tweede Wereldoorlog, die al vroeg voor de Tweede Wereldoorlog begon. Dat is de werkeloosheid. Mensen die geen kansen hebben. Dat is altijd... Het begint op een economisch gebied, waar dus mensen uitgestoten worden en dan zich gaan ophangen aan alle ideeën van mensen die allemaal beloftes doen. Als wij komen, dan zou je eens wat zien. Dat is het, er is altijd, het is niet zo onbegrijpelijk dat oorlogen beginnen, als er hier gezegd werd. Ik heb alle misverstanden, maar ik ben volstrekt eens dat die ideeën die nou nog geuit worden, te vuur en te zwaard bestreden moeten worden. Te vuur en te zwaard. Het enige waar ik voor waarschuw is het woord verbieden van het te zeggen. Ik herinner me altijd nog de woorden van Johan Scheps die iemand citeerde. Die zei, meneer, ik ben het niet met u eens, maar ik zal tot mijn laatste snik strijden voor het goed recht van u om het te zeggen. En dat, naar mijn gevoel, is het belangrijke. Men moet het kunnen zeggen, maar het moet te vuur en te zwaar bestreden worden. En je bestrijdt het niet door het te verbieden. Ik begrijp deze discussie erg goed, maar er zit ook nog een andere kant die niet aan de orde komt. We hebben het nu over de jeugd die zogenaamd naar deze mevrouw luistert. Maar kijk eens naar de herdenkingen op 4 mei in Nederland, de afgelopen 5 jaar. Ik stel vast, en ik hoop
dat de anderen die ervaring ook hebben. Steeds meer jongeren. Dat dit jaar de jongeren in de meerderheid waren. Dat is de derde generatie. Mevrouw Ros van Tonningen, u wordt binnenkort 86 jaar. U bent bezig met de laatste fase van uw leven. Waarom zoekt u geen vrede met de werkelijkheid? Ik zoek meer vrede met de werkelijkheid als ik denk wat ik daar hoor. Ik denk dat ik meer op de hoogte ben van de werkelijkheid als wat daar gezegd wordt. Meneer Soetendorp, ik besef dat het een vrij onmogelijke vraag is, als we mevrouw Ros van Tonningen het afgelopen uur hebben gehoord. Toch zou ik hem willen stellen. Stel dat mevrouw Ros van Tonningen u in de toekomst zou bellen om spijt te betuigen. Het is een haast onmogelijke gedachte. Maar als het wel zou gebeuren, wat zou u haar dan zeggen? Het is een onmogelijke vraag. Ja. Omdat zij dat niet zal doen. Anderen hebben het wel gedaan. Ik heb grote moeite gehad om mensen die hun spijt betuigden op heel oprechte wijze te woord te staan. Ik moet het weer denken aan een voorbeeld van een school waar ik eens stond en het verhaal vertelde dat ik de telefoon op de haak gooide nadat ik gezegd had, degene die jou zouden kunnen vergeven, die leven niet meer. En toen stond er een jongen op en die zei, dat valt me van u tegen, meneer Soetendorp. U had in ieder geval met hem samen kunnen zijn. U kent zijn naam niet eens. En in de discussie moest ik toen op dat ogenblik tegen die jongen zeggen, misschien heb je gelijk, ik kon het niet. Maar het feit dat jij probeert te worstelen daarmee, dat geeft mij hoop dat er een generatie komt die in staat is om een wereld te bouwen waarin niet meer mensen worden vermoord en verminkt. En dat degenen die zo verstokt zijn dat niets tot hun doordringt, dat die de geïsoleerde minderheid blijven waar niemand naar luistert. Nooit meer. Ik dank u allen. Hartelijk dat u wilde zijn en voor al uw reacties.